tot vanavond. Hiervoor in de plaats zenden wij een samenvatting van de betere beelden van de Kruikermis 2005 uit. Wij vragen excuses dat de uitzending later dan u verwacht wordt uitgezonden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Tilburgse Waterleidingmaatschappij, Rabobank Tilburg-Goorle en de gemeente Tilburg. Beste mensen, we staan hier in de kerk. Zometeen zal de kruikenmis gaan beginnen. We staan hier met Fons van Sprang, een echte kruik. Ik ben Debbie Struik, een echte struik. En Fons, wat gaat er gebeuren deze mis? Nou, we hebben nu weer een nieuwe opzet in de mis. We hebben de mis meer wat rustiger gehouden. We hebben een nieuw koor. We hebben een Tilburgse operettevereniging. En we hebben het koor Cantara. Cantara? Cantera, sorry. Met onder leiding van Frans van den Hoven. We hebben dit jaar een operettestijl. Expres om weer eens weer helemaal anders te hebben. We hebben ieder jaar, om de twee jaar, hebben we nieuwe koren. Nu is het een operettesfeer. Marijn van der Laar die gaat ons voor de 11e keer voor dit jaar. Waar wij heel een hoop van verwachten. Want deze is eigenlijk enorm voorbereid. Ook op het motto, op allerlei andere dingen. Hij gaat voor de 11e keer en de 12e keer is deze mis. Het is de 12e mis. We hebben één keer een invaller gehad toen Marijn dus niet kon. En dit jaar voor de 11e keer. En dan hopen maar dat hij op naar de volgende 11 wil. Nou, we hebben dus in de kerk hebben we nu nog 800 plaatsen. Kleine 800 zelfs. Er wordt 1/3 deel gaat naar de organisatie. 1/3 deel gaat naar alle Tilburgse verenigingen. En 1/3 deel voor het Tilburgs publiek. Dit wordt echt eerlijk geloot uit alle brieven die binnenkomen. Een doel, hè, staat ook altijd centraal. Welk doel is dit keer? We hebben dit jaar gekozen voor iets echt Tilburgs, de Johan Stekelenburg Stichting. Nou, het kan niet meer op Tilburg, het is onze oude burgemeester, waar we toch ook die eer nog aan willen geven. En wij denken, met Marijn van der Laar, die daar een heel warm hart bij heeft bij die stichting, dat het een hoop moet opbrengen om veel goede dingen te kunnen doen voor de jeugd die in onze toekomst is.
trap over de landeigenaar, met mij hebben bedoeld onze lieve Heer zelf. En over arbeiders in zijn werkraad, en daar zijn wij allemaal mee bedoeld. Onze lieve Heer heeft ons allemaal nodig om zijn liefde op deze aarde te laten zien. En iedere mens heeft daar zijn eigen plaats in. Je hebt rijke en ontwikkelde mensen en je hebt ook ergens nog. Die zitten waarschijnlijk vandaag niet veel in deze kerk, want ze hebben weer een kortje en dan kijken ze maar naar de televisie. Maar ook voor al die mensen heb ik vandaag een blijde boodschap. Als die landeigenaar smerig vroeg de straat op gaat, dan vindt die werkvolk voor zijn wijngaard. En die spreekt af bij hun dat ze ieder één zilverstuk zullen verdienen. Dat is wel niet veel, maar dat was in die tijd zat om een heel huishouden 2 dagen van te laten leven. Als hij dan de 2e keer de straat op gaat, dan praat hij al niet meer van 1 zilverstuk. Maar hij zei, ik zal hem geven wat er billig is. En al die andere keren spreekt hij al helemaal niet meer over beloven. En als ze dan s'avonds laat betalen, dan krijgen ze allemaal 1 vervuur, 1 zilverstuk. Dat betekent, hij geeft ze allemaal genoeg om mee hun huishouden 2 dagen van te kunnen leven. Allemaal krijgen ze hetzelfde. Had de beste maar 1/12 deel van de zilverstuk ontvangen, dan hadden ze mee hun huishouden niet kunnen leven. Dat zou te weinig zijn. En allemaal, alle mensen hebben recht op leven. Dat is de gerechtigheid van het Koninkrijk Gods.
gij uw brood en werk aan. Tekent van onze goede wil om samen te zoeken naar gerechtigheid en vrede. Uw zoon die bij het avondmaal de Eucharistie ingesteld om ons mee kan te verzoenen en ons te helpen om te maken. Wij danken u voor deze geest hier in de kerk en bidden dat we ook na deze dagen attent blijven op wat echt van belang is, de koninkrijk. Vrede en gerechtigheid, broeder- en zusterschap en liefde voor elkaar. Dan mogen deze gaven gezegend zijn door u tot in de eeuwen der eeuwen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Breng wij dank aan de Heer, onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van Welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor wij alles geschapen hebben. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit de maagd geboren. Om uw wil te vervullen en uw eigen volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij voor zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de vrijzinnig klaar als de dag voor ons zou doen staan. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roepen wij de heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Heilig, 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 de God der Jezus Christus, vol zijn hemel en aarde van de heer. Hosanna in de hoogte, zegen de heilige God in de naam des Heeren. Hosanna. De kruikenmis is afgelopen. We staan inmiddels voor een lege, in een lege kerk. Fons, hoe is het gegaan vandaag? Het is prima verlopen. We hebben een fantastische sfeer neer kunnen zetten. Het was wat
simpeler en wat eenvoudiger, maar iedereen heeft ervan genoten. Het had stijl en dat is natuurlijk ook weer heel belangrijk in een mis. Het bijzondere ook dat Marijn van der Laarder voor de 11e keer was. Wat is eraan gedaan? Nou, Marijn die heeft het voor de 11e keer helemaal geregisseerd, zeg eigenlijk maar, want dat doet de pastoor. Ja, hij besteedt er heel veel tijd aan met Piet van Beersen samen. Alle teksten, de preek en de stijl. Hij kreeg ook een ovatie toen ik hem bedankte. En ja, ik denk dat hij daar meer als genoeg aan gehad heeft. Ik bedoel, dan gaan toch de rillingen door je van, ja, ik doe het niet voor niks. Dat kon je merken. En jezelf tevreden? Ik was zelf een heel tevreden man. Alles viel, dus altijd, als dat weer voorbij is, je hebt er wat spanning mee. En als dat over is, ja, dan valt er wat van je af. En we gaan nou lekker een beetje carnavallen nog. Ja. We hebben nog een paar feesten vandaag. Wij gaan direct vanuit de Heuvel gaan we naar de Kortheuvel. Daar organiseert onze commissie ook het Kaaibaandefeest. Dat is een spontaan feest met 20, 30 kapellen die allemaal daar spelen. Vanavond krijgen we nog Tilburg Zingt hier op de Heuvel. Een nieuwe formule met een kruikenpaard dat erbij is. Dus ik hoop dat er ook enorm druk wordt. En dan morgen, dan gaan we naar onze laatste dag met de kinderen op stoet. En mensen, zon weer, dan zijn de kindjes allemaal tevreden. Nou, Ruud Vreeman, dat was ook een nieuwtje, die voor het eerst nu de kruikenmis bijwonen. Ja. Heeft u met de schuinoog nog kunnen kijken hoe hij het gevonden heeft? Nou, ik ben er langs gelopen en een knipoog, maar een knipoog zegt meestal genoeg. Ik denk dat die man het enorm gewaardeerd heeft. Hij kende dit nog niet, want dit is eigenlijk het serieuze gedeelte van heel het carnavalsgebeuren. En ik denk dat hij daar best wel van genoten heeft. Ja. Nou, we mogen tot slot een paar mensen of een paar bedrijven niet vergeten. De Tilburgse Waterleidingmaatschappij, de Rabobank en natuurlijk de gemeente Tilburg. Dankzij hun is dit programma mede mogelijk gemaakt. Fons, nog wat te zeggen? Ik vergeet er nog één. Rozemarijn, de bloemist die ieder jaar voor ons al deze prachtige stukken neerzet. Ja, Frans van der Hoven die heel de arrangementen geschreven heeft. Allemaal bedankt en hopelijk dat die mensen zich volgend jaar weer heerlijk beschikbaar stellen. Nou, ik hoop dat ik dan ook weer bij kan zijn. Bedankt, tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Tilburgse Waterleidingmaatschappij, de Rabobank Tilburg-Goorle en de gemeente Tilburg. Erwin Koeman, 4-1 verlies in eigen huis tegen je oude ploeg. Extra pijnlijk? Als je verliest tegen wie dan ook is het pijnlijk. Alleen tegen PSV, dat zou een keer kunnen natuurlijk. Maar ik moet zeggen, de eerste helft hebben we het goed gedaan. En verzuimen we om op 2-0 voorsprong te komen. Een hele levensgrote kans van Daly. Ja, hij moet die bal gewoon aannemen en binnenschieten. En hij neemt hem verkeerd aan. Ja, dan is de kans voorbij. En dat was denk ik op dat moment even het moment dat we gewoon op 2-0 konden komen. Daarna... Ja, we maken individueel denk ik twee fouten en PSV profiteert er heel knap van. Dus dan de kracht van PSV. De tweede helft schieten we nog een bal op de lat. Een beetje pech mee. Uiteindelijk wordt 1-3 en dan is in principe de wedstrijd gelopen. 4-1, de uitslag doet eigenlijk anders vermoeden. PSV begint heel erg matig. RKC begint heel erg goed aan de wedstrijd. Ja, PSV maakt de kans wel, RKC niet, dat is het denk ik. Hè? Ja, nou ja, ik moet zeggen, wij spelen redelijk verzorgd tot de 16. En we maken natuurlijk een hele goede goal, vind ik. Terugtrekbal van Bernardo bij Rick Hogendorp en hij schiet hem goed binnen. Maar nogmaals, kijk, als je deze clubs in de problemen wil brengen, ja, dan moet je de eerstvolgende kans moet je binnenschieten. En dat gebeurt niet. En PSV heeft altijd kwaliteit genoeg om toch wel hun kans te creëren en te benutten. Ik moet zeggen dat we de eerste helft gewoon prima gespeeld hebben. Ja. Viel PSV je niet tegen vandaag?
Maar ik denk dat wij het ook hun heel moeilijk hebben gemaakt. Korte dekking, agressief gespeeld. Ja, dan heeft elke tegenstander het moeilijk. Ook Ajax heeft het hier verdomd moeilijk gehad. Dus, alleen uiteindelijk is beslissend, denk ik, van Bommel. Die op de duur iets te veel vrijheid krijgt. En die Beasley en Vennegoor toch goed kan bedienen. En dan, dan krijgen ze de kans en ze scoren. Dus je kunt je ploegen weinig kwalijk nemen vandaar? Nee, maar ja, er zijn wel 2-3 momenten, zeker in de eerste helft, waar je toch een beetje teleurgesteld bent. Omdat spelers niet hun man volgen. De tweede goal van Vennegoor, die loopt gewoon uit de dekking weg en er wordt niet gevolgd. Ja, dat kan je wel kwalijk nemen en dat wordt ook gezegd. Sinou, 4-1 verlies in eigen huis vandaag. Niet terecht eigenlijk, hè? Nee, hij is geflatteerd. Ze hebben 4 kansen gehad, 4 doelpunten. Daar baal ik wel van, moet ik zeggen. En we hebben een goed spel laten zien vandaag. 1-0, nog kans op 2-0 van Michael Prombeli. En die neemt het verkeerd aan. En dan maken zij het 1-1. En ik dacht 2-1 buiten het spel, maar ik weet niet zeker. Ja, en de 3 en de 4-1 mag eigenlijk niet. Maar ja, klusbal en de bal die doorgekopt wordt, waar die helemaal vrij staat. Ja. Jullie hebben zelf meerdere kansen gehad. Maakt dat het verschil in de wedstrijd dat PSV de kansen wel of maakte, RKC niet vandaag? Ja, dat is het verschil tussen een topclub en een subtopper. Een club als RKC. Je ziet, ik heb helemaal geen redding hoeven maken of kunnen maken. Ja, toch gaan er 4 in bij me. Daar baal ik wel van. Maar ja, dat geeft wel aan hoe scherp die spitsen bij hun zijn. Verzacht het de pijn een beetje dat je bent geselecteerd voor de Marokkaans elftal? Nou, we moeten wel. Kijk, het zou leuk zijn als je een keer stunt tegen een topclub. Maar de belangrijke wedstrijden komen natuurlijk volgende week tegen Groningen. En voor mij dan WK-kwalificatie. Is ook belangrijk. Maar ik kijk eerst naar de club. En we hebben volgende week eerst Groningen. En daarna ga ik hopelijk genieten. Of anders of niet. Dat weet ik niet. Maar we zullen zien. Je speelt wereldwijd straks met Marokko natuurlijk. Dat is voor jou als persoon natuurlijk ook al de mogelijkheid om door te groeien naar een topclub misschien. Nou, dat denk ik nog niet aan. Mijn contract loopt wel af. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon, ik wil even met RKC presteren. Ik bekijk het nu gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. Ik wil gewoon elke week zo goed mogelijk presteren. Ja, de ene week gaat het beter dan de andere natuurlijk. Maar voor mij is het gewoon... Is dat heel belangrijk, dat de ploeg goed presteert, dat we punten pakken, dat je bovenin meedraait. En als het zo is, ja, dan is het voor de club is het goed, maar ook voor de spelers zelf. Dat geldt dus ook voor mij. Je vertelt zelf net, het contract loopt af. Als ergens met een goed aanbod komt, dan blijf je hier? Ze moeten wel met een heel goed bod komen, ja. Dan ben ik bereid hier te blijven. Niet bereid alleen, ik woon hier dus in Waalwijk. Ik heb het ook hartstikke naar mijn zin. Maar ik ben nu ook op een leeftijd gekomen waar ik aan mijn gezin moet denken. En als het aan mij ligt, ja, blijf ik hier. Ja, als het aan de club ligt, ja, dat moet je aan de club vragen. Maar die besprekingen zijn al bezig intern? We hebben één keer gesproken. En ik geloof dat er een volgesprek komt aankomende week of over een maand. Of ik moet even afwachten. Dus op korte termijn wordt er wat meer duidelijkheid? Ja. Dat is ook lekker voor mij. En ook voor de club, denk ik. Ja, oké, dankjewel. Graag gedaan.